Dat moment dat je zomaar vergeet in één keer dat het, oh ja, slimes regende en dat je niet thuis kwam omdat je nog geen bed hebt. Paniek! Ik moest gelijk al een potion gebruiken, ik had maar heel weinig help. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Stevie, Zelda Player 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we heel eventjes een cave ingegaan en hebben we het een en ander al gevonden, waardoor dat we een nieuwe equipment konden maken. En op het einde van de aflevering begon het in een keer slimes te regenen en daar was ik minder enthousiast over, want nou hebben we dus een hele slijmenplaag achter ons heen, hè. En we hebben ook ondertussen dat we af en toe wel eens de gedachtes van Eevee kunnen zien. Wat hartstikke leuk is, dan voel ik me niet zo alleenig in deze vervelende wereld. Eevee zal wel denken, waarom staan we buiten? Waarom staan we al die slimes te vernietigen? De reden waarom dat we dit doen is gewoon heel erg simpel. Ik wil al die gel hebben. Plus coins. En ik weet het, op het moment dat King Slime zou spawnen, ja, dan hebben we een heel erg groot probleem. Dus laten we maar hopen dat hij niet heel van spannen. Het gaat meer om de gel die ik allemaal wil hebben. Is dat een pinkie? Oh, auw. Ik weet niet, jij hebt oor. Auw. Ga nou eens weg. Oh boy. We hebben nog niet eens volgens mij de nurse of iets. Of wel, weet ik niet. Help graag. Misschien is het even handig als ik hier ergens een toitje kan plaatsen. Dan zie ik tenminste wat ik doe. Dus, welkom in een nieuwe aflevering. En ja, we hebben de blue slime banner. Die wil ik daar gelijk eventjes ophangen. Eerst eventjes deze even nog neerhalen. En jou even neerhalen. Goed zo. Oké, aangezien dat dit alleen maar onze craftingplek gaat worden, ben ik dus van plan om hier alleen maar banners ook op te gaan hangen. Als hoeveel dat het ook mogelijk zou zijn. Plus, daar krijgen we een speciale defense buff en offensive buff van. Dus, zoals je ziet, ik doe nou veel meer damage aan blauwe slimes. En ja, we krijgen enorm veel cash hiervoor en misschien kunnen we nog wel zelfs een slimewand krijgen. Want die is nou volgens mij 1 op de 8000. Oké, dat is nog heel erg onwaarschijnlijk of we die gaan krijgen of niet, maar het is iets. Hi. Maar goed, in deze aflevering wou ik dus heel eigenlijk graag weer terug de cavens in om te kijken of we dus nog wat meer. Ze hebben een bunny gekillt, dan ben ik boos. Maar ik wou dus terug de caves in om nog wat extra stuff, zodat we beter armor en alles konden halen. Dus ja, want we hebben nog geen running boots. We hebben praktisch nog eigenlijk heel erg weinig. En ik wou eigenlijk op de map kijken hoe ver dat we waren met dit soort dingen. Dus wat ik eigenlijk wil doen is, ik denk dat ik heel eventjes naar voren toe knip tot we even avontuur gaan. Want nou ja, trouwens, eigenlijk een slime event, slime regen event is ook altijd leuk. Dus laten we gewoon heel eventjes een slime skillen. En laten we eens kijken hoe ver dat we komen. En als King Slime spant, dan hebben wij een heel erg groot probleem. Misschien spant wel een pinkie. Dat zou heel erg fijn zijn. Dan kunnen we molotovs maken. En molotovs zijn echt een hele fijne throwing items. Want die kunnen mijzelf niet damagen en die doen nogal veel schade. Ik krijg ondertussen al een green slime banner. Daar zou ik ook een heel blij konijntje over zijn. Sorry, een hele blije Eevee. Sorry, sorry, sorry. Nee, de term blij konijntje die blijft gewoon. Punt. Oké, ik heb hier ook. Auw. Je doet 15 damage, dat is veel. Ah, dan krijgen we ze groene tegen onze neus. Nou, eigenlijk was dat tegen onze bips. Maar dat maakt niet zoveel uit. Kom. Harry, ik heb een speer en ik zal hem gebruiken ook. Harry, Harry, André, André, Harry. Oké, hartjes. Daar ben ik blij om. Hoe meer health, hoe beter. Volgens mij spannen ze ook allemaal op door een boom en springen ze dan daarvan af. Dus of er zit boven ons een Sky Island, dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk altijd mijn vraag. Met de Sky Island, die moeten we natuurlijk ook nog gaan vinden. En ik heb geen zin om al mijn health potions hier eigenlijk aan te gaan verbrassen. Maar ja, aan de andere kant hebben we nou best wel lekker veel cash en daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Het enigste. Nou! Ik wou expres niet steken vanwege die bunny. En Eevee die zit waarschijnlijk nou te mopperen van het zijn Eevee's. Ze worden gefeind. Oh, sorry hoor, Eevee. Probeer ze allemaal te beschermen. Doe jij dan ook eens wat? Doe je tackle. Doe Swift. Iets in die trend. Wauw, vier tegelijk, vier tegelijk, vier tegelijk. Hoppakee. Dan vraag ik me eigenlijk wel af of we iets van gold hiervan kunnen krijgen. Dat zou heel erg blij zijn. En er zijn 5 enemies nearby. Nou, ik moet echt weer regenereren. Misschien is het handig om even een kampvuur even snel neer te leggen. Als ik daar de kans voor krijg. Dat ik dat nog niet eerder hier trouwens gedaan heb.
Oké, crafting, kampvuur. En go. Oké, we hebben een kampvuur. Voor de mensen die meespelen, er zijn ook weer een heleboel nieuwe kijkers. Een kampvuur die increased life regen. En aangezien dat we nou op expert mode spelen en life regen dus een stuk trager is, is dit eigenlijk best wel gunstig. Ik ga gewoon hier staan. Auw. Ik zie daar een hartje in die wil ik hebben. Ik zie een recall potion, maar die hebben we niet meer nodig. Dus die kunnen we weer verkopen. Ook trouwens één ding over de het raining slime event. Op het moment dat je dat ziet in expert mode, dan moeten er 150 slimes gekilled worden voordat King Slime pas zou spawnen. Bij ons is dus het geval, normaal gesproken zou het 100 zijn, maar ja, in expert mode hebben ze gezegd nee, het is 150. Eén ding is zeker, we krijgen genoeg gel. Oh, moet je kijken zeg. Ik heb nog nooit zoveel mensen aan de voordeur gehad, zeg. Verdammt, we zullen er nou toch eens kijken. Oké, we hebben de 100 blue slime. Nou ben ik dus bang dat we dus wel king slime gaan wakker maken. Nou ja, volgens mij had ik een iron skin potion bij me, dat weet ik niet zeker. Want dan krijgen we dus de eerste baas en dat wordt nogal vervelend. Want ik denk echt niet dat we daar al voor geëquipment zijn. Ik bedoel, vergeet niet, we zitten in cactus armor. En ja, cactus armor, het is misschien heel erg handig. En dan denk je bij je eigen van, oh dat lukt wel. Nou, het kan een heel erg groot probleem worden. Oké, ik wil eventjes... Waar is die? Daar. Die komen niet in. You cannot! Oké, maybe you could. I don't care. Maybe he could pass. Maar nou dat ik dat allemaal al gezien heb, ben ik dus bang dat King Slime dus zeker gaat spawnen met zoveel slimes die hier nou spawnen. Het is klaar. Is die vent afgelopen? Ik zie nog steeds slimes vallen. Op de achtergrond. Ik ben niet bang, ik heb een Auw. Nou ja, ze doen nou nog maar één damage in verband met die banner die we hebben opgehangen. Dus groene en blauwe zijn niet meer zo erg. Hartje! Behalve als je erop wordt gestuiterd. Stel je voor dat er nou een paarse was, dan hadden we een heel groot probleem gehad. Trouwens, de opname die loopt toch? Ik had hem toch laten lopen? Oké, het is nou dag. Hierna gaan we doen. Ik weet niet hoeveel schade en hun doen mij ondertussen ook heel veel schade. Ik ben minder enthousiast over. Want als de opname nou niet loopt, dan heb ik een heel groot probleem. Want dan is het net alsof ik tegen mezelf aan het praten ben. Dus en dan missen jullie ik weet niet hoeveel awesome stuff. Hoe ik in leven blijf. Maar volgens mij had ik de opname al gestart en zat ik echt zo van... Toen kreeg ik in het begin heel veel klapjes. Oké, dit gaat lekker. Jammer dat we de King Slime is blauw. Is jammer dat die banner daar niet tegen werkt. Oké, ik ga heel even snel kijken. Hij zegt dat hij loopt, dus dat zal het wel goed zijn. Hoi. Het grappige is wel, mocht dus King Slime spannen. Nou ja, de cheap manier om hem te verslaan, dat gaat dus niet werken in expert mode. Omdat de... Beesten die hij spant, die zijn een stuk sterker en gevaarlijker als dat je ze zeg maar ziet in normal mode. Jeetje, wat zijn deze... Die paarsen zijn echt hardnekkig. Ze zijn ook veel te sterk. Die blauwe, die vallen op zich wel mee. Maar ja, ondertussen kreeg ik ook in de comments van haha, oh boy. Je bent dood gegaan door een slime en dat was een zandslime en die is dus heel erg gevaarlijk. Oké, oh boy. Ik ga gewoon rennen. Oh boy, ik ben surrounded. Oh, auw. Help. Laten we eroverheen springen. We zijn met de granaten. Kom dan. Ik heb niet zoveel granaten, maar ik doe het ermee. Oké, kijk of we onder hem dadelijk doorheen kunnen lopen. Pijlen. Vuurpijlen. Of misschien kunnen we gewoon een heel eind lopen zo. Ik bedoel, we hebben geen slimes die meer spawnen nou, dus ja, het zijn slimes spawnen. Dus als we teruglopen hebben we daar mee te krampen. Oh, als we dit kunnen halen jongens, dan ben ik echt een heel blij konijntje. Oké. Doe een groot sprong. Mooi. Oh, die dingen die doen ook pijn. Hopelijk zijn die anderen ondertussen gedispawned. Dan kunnen we weer een heel stuk lopen namelijk. Als we dit halen, jongens. Dat zou helemaal geweldig zijn. Oké. Gewoon.
Blijf maar schieten, blijf maar schieten. Ik ben niet bang voor jou. Oh jongens, als we dit halen. Oké, voorzichtig. Mijn vriendje gaat goed. Nee, niet. Oh boy, dat was niet mijn idee om. Waar is hij nou? Ah. Nee. Ah, ik drukte net te laat op help. Ah. Stomme Magic Mirror, het ging zo goed. 6 gold gewoon. En die pakt die slime dan natuurlijk op. Oh nee, hij laat het liggen. Nou weet ik niet of hij echt weg is. Volgens mij wel. Is hij weg? Hij is weg. Hij ging best goed. Ik denk dat we hem zeker wel aan zouden kunnen op het moment dat ik de Magic Mirror niet had gebruikt. Weet ik zeker dat ik hem wel aan had gekund. Of ik kwam vast te zitten en zou waarschijnlijk ook getennist worden en dan hartstikke dood zijn gegaan. Maar goed, wij gaan terug... Ik serieus. Wij gaan terug de dungeon in en hopen dat we wat meer oors en alles gaan vinden. Dus King Slime, dat was gemeen. Nou ben ik geen vriendjes meer met jou. En ondertussen was mijn inventory trouwens ook helemaal vol en die heb ik ook nog niet gelegen. Dus ik heel eventjes mijn inventory legen en dan gaan wij ons voorbereiden op avontuur. Oké, alles is nou gesorteerd. Ik heb ook het een en ander al eventjes verkocht, zoals de Sparkling Wand. Want ja, daar deed ik toch heel erg veilig mee. En waar ik eigenlijk naartoe wil is over hier om precies te zijn. Er zit nog een heel stuk beneden. Hier zie ik het een beetje doodlopen, dus ik heb geen zin om graafwerkzaamheden. Ik heb Flanke Potions bij me, ik heb Danger Sense Potions bij me. Dus ik hoop zoveel mogelijk materiaal te vinden. En het liefste wat ik zou willen vinden is een Marble Biome. Oké, die zijn nou... enorm gevaarlijk, dat sowieso. Maar er zit daar het een en het ander van marble. Daar wil ik bijvoorbeeld de vloer van een soort van loophuis van maken. Dus vandaar dat ik daar dus naartoe wil. Dus ik zal ervoor zorgen dat we een beetje meer verlichting hebben. Maar dat is dus echt de kant waar ik naartoe wil. En we hebben de climbing class, dus we kunnen zo mooi naar beneden sliden. Dus op zich is dit ook geen probleem. En... nou heb ik trouwens van Erwin geleerd dat je dus ook tin of koper kan gebruiken voor hele mooie... weet je wat, ik hak je wel eventjes doorheen. Voor hele mooie decoratie, zoals bijvoorbeeld muren en een huis en zo. Dus op zich zouden we daar ook nog wel wat leuks mee kunnen. Plus, ik moet niet vergeten dat ik een grapplinghoek heb, zoals ik al vergeten was bij King Slime. Dat was niet echt handig dat ik dat vergeten was, maar... even kijken, zijn we er al bijna? Nee, we zijn er nog lang niet. We zijn er niet, maar ik heb een double jump. Dus ja, ik heb het net wel een beetje zitten te verkopen, al dat tin en alles. Want ja, normaal gesproken verzamel ik het niet echt. Maar je kunt het dus gebruiken om mooie huizen van te maken of mooie muren van te maken. Dus dan wil ik dat toch nog wel heel eventjes met jullie meegeven. En oh boy, ik heb geen granaten gekocht. Ik heb alleen maar eentje aan de boomerang. En dit is er eentje die gaat gooien. Nou mis ik een granaat. Oh, die dingen die doen pijn. Nou, ik zou kunnen... ik bedoel, als hij aangevallen wordt, dan kunnen we niks maken. Die slime die is irritant. Kom op. Dit gaat lekker. Oké, hij split nou in zoveel kleintjes. Want we kunnen namelijk ook nog de bonesoort droppen. En dat is een van de wapens die ik... eigenlijk wel zou willen hebben. Dus, ik bedoel, waarom niet? We kunnen niet elke vijand uit de weg gaan natuurlijk. Oké, nou, laten we naar beneden gaan. En dit is volgens mij dat huis. En hier wil ik dan splankeren. En er is platinum nearby. Moet dat natuurlijk ook een beetje in de gaten gaan houden. Ik wil de potions pas eigenlijk gaan gebruiken op het moment dat hij dat zegt. Dus, oké. Splanker. Danger Sense. Here we go. Oké, laten we voorzichtig wezen, want echt een... ik ken al onder water wel het een en ander zien, maar dan... oké, daar is de life crystal. Ook nou danger sense, dus we weten ongeveer waar traps zitten en... stuff. Maar life vind ik even op dit moment ook heel erg belangrijk. En ik zie daar een heleboel silt, maar... ja, we hebben nou eens belangrijk effect, dus ik kan nou niet eigenlijk rustig zeggen van... nou, laat ik heel eventjes die silt op gaan minen. Ik zie er wel een heleboel spinnenwebben, dus ik hoop niet dat dat een spiderweb cave is, want dan hebben we een heel groot probleem. Goed, eens even kijken. Snel naar beneden. Oh, er zit er ook een kistje. Mooi kistje.
Die kun je nooit te veel hebben. En dan hoop ik niet dat er een zombie onze kant op komt, want anders hebben we wel een probleem. Dan moet ik het even snel boven mij dichtmaken. Maar volgens mij is dat gewoon een huisje die daar zit. Tenminste, dat hoop ik, want anders hebben wij een heel erg groot probleem. Er zit daar een vijand. Nogmaals, Danger Sense werkt alleen maar voor booby traps en environment. Dus die werkt niet op vijanden. Hallo. Hij is al wel op ons gelokt. Daar ben ik minder enthousiast over. Oké, nou, we hebben de life crystal. Dat is al mooi. Dit eventjes wegnemen. Zo. Dan maar even wat licht maken. En we hebben een blood moon. Nou, gelukkig zitten we onder de grond. En weer een enchanted boomerang. Welke is beter? Enchanted boomerang gewoon. Enchanted boomerang gewoon. Featherfall potion. Dat is ook altijd handig. Niet voor ons op het moment, maar... Ach ja, lekker belangrijk. Oké, nou zolang hij daar beneden vast blijft, maak ik me niet echt zorgen. Ja, emeralds die wil ik ook wel meenemen. Misschien kunnen we dadelijk al een beam soort. Oh nee, daar... Volgens mij hadden we daar een meteor voor nodig. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij hadden we voor een... Nou, je kunt er ook leuke blokken van maken van emeralds en zo. Dus ik denk dat ik heel eventjes naar beneden ga minen. Spelankensessies zijn altijd handig. En ik zie een hele chunk zilver onder ons liggen. Die willen we natuurlijk ook hebben. Spelanken gebruik ik het liefst voor kistjes te vinden en hardcrystals. Maar op dit moment heb ik zoiets van, ja, we mogen niet klagen. Ik zie daar een chunk met zilver, dus dan pakken we dat zilver maar gelijk. Of het kan zelfs platinum zijn, dat weet ik niet. Ik zie topaz zie ik in de buurt. Nog meer emeralds naar beneden. Links van ons zitten emeralds. Er zit genoeg, maar... Ja, we moeten wel voorzichtig zijn. Oké, laten we hier eventjes wat licht plaatsen. Ik wil echt zeker dat hier meenemen. Want als we gelijk dadelijk de platinum upgrade van een pickaxe kunnen halen... dan zitten we op zich wel goed. En een blood moon... Ja, we kunnen dan de piggy bank hebben. Misschien die gedropt kan worden. Maar dan nog is dat heel erg gevaarlijk en risicovol. Omdat 1, we hebben niet een goed armor. En 2... Serieus, we hebben nog ook niet echt health en de wapens ervoor om een hele massa aan te vallen. Dus plus alle skeletons, zombies en alles wat je tegenkomt, die hebben extra health en doen extra schade. Vergeet niet, het is expert mode. En het is platinum ore, het is helemaal geen zilver. Ik dacht echt dat het zilver was, maar... Nou ja, het is platinum. Platinum is alleen maar gunstig. Misschien kunnen we dadelijk dan voor Spelunker Potion 2, kunnen we dan misschien de platinum pickaxes daarvoor ophalen. Ik bedoel, we hebben de magic meer hoor, dus... Moet ik er wel rekening mee houden met als ik weer terug naar boven toe ga. Sorry. Als ik weer terug naar boven toe ga, is dat er dan een blood moon bezig is. En daar moet ik zeker rekening mee houden. En ik zie daar een soort van emerald pile. Ik denk dat dat hier naast ons, dat dat rubies zijn. Het enige nadeel is, we hebben nog maar iets van 1,5 minuut of zo. Ja, we hebben ook nog de Danger Sense Potion. Dus op zich zou ik het liefst daar gewoon zoveel mogelijk misbruik van maken. En ja, dit zijn rubies. Dat weet ik... Nee, amethyst. Oh ja, maar vanwege het glowing effect sparkelen ze nou. Het is niet echt het waard om hier dan tijd aan te verspelen, maar goed. Laten we maar naar beneden gaan dan. Nou, ik zie daar wat emeralds. Hij zegt dat de platinum erbij is. Oh, dat is niet veilig. En daar zit ook iets niet echt veiligs. Ken ik hier? Ja, ik ken hier. Oké. Okay. Volgens mij zit daar onder een mushroom biome, maar dat kan ik dus niet goed zien. Oh. Hoe ben jij daar doorheen gekomen? Schaf uit. Stiekem met. Oké, okay, we hebben nog maar 30 seconden. Touw naar beneden laten lopen. Dat is diep. Dat is diep. Gaat nog steeds, jongens. Oké, nou is hij klaar. Goed. Even die zoebed hier even uitschakelen. Oh, daar een life crystal. Oké, ik wil die life crystal. Ik wil hem. Kan ik naast een... Mag ik hiernaast bouwen? Ja, dat mag. Mooi. Ik bedoel, tegen life crystals zeg ik nooit geen nee tegen. En we hebben nog steeds de booby trap... Ik dacht dat ik het ziek hoorde van de booby trap. Oh god. Maar we hebben nog steeds de danger sense. Dus op zich zouden we ze nog steeds moeten kunnen zien. Al die danger dingen die hier ergens in de buurt zouden kunnen zitten. Nee, je gaat niet meer je potten gooien. Nee, je gaat niet meer je potten gooien. Nee, je gaat niet meer je potten gooien. Nee. 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 Stout skeleton. Stout. Jeetje, wat kun je weggooien? Kijk, daar zit zo'n booby trap.
Bijna een boog dan. Toink, toink, toink. Oh. Hi, slime. Weet je, dit is nou niet echt het bepaald het moment. Oh, die was nog mooi raak ook zeg. Wauw. Oké, heel voorzichtig. Wat voor booby trap is dat dan? Ik zie daar onder een gronds huisje, maar volgens mij is dit een boulder trap. Zal ik hem activeren? Altijd leuk. Ik weet niet wat er... Oh boy, weer zo'n... Oké, jongens. Dit is irritant. Ga weg. Weg. Ik hoor dat dat ding eraan zit te komen. Kom maar. Komt hij niet? Nou, dan ga ik even de zilver hier even minen. Dus ja, we hebben weer een ondergrond. Oh, nee, 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 nee. Au, zeven... Wat? Zo snel achter elkaar? Really? 77 damage! Ik wou op H drukken en ik was gewoon te laat. Oh boy, en de Blood Moon is bezig. Oh, en we moeten dan teruglopen. Oh boy, dit gaat niet goed komen. Ik ga het gewoon proberen. Oh, volgens mij wordt het een enorme death meter. Oh boy, ik wil naar huis. 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 Ik moet echt aan een bed zorgen. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Dit soort dingen kunnen enorme problemen geven. Dit is niet gunstig. Ik heb oogbal achter me aan. Oh, snijkvogels. Een deur beschermt me niet. Oh boy. Dan blijf ik hier gewoon staan. Kom maar. Ik sla jullie allemaal neer. Misschien krijgen we er nog iets nuttigs van. Weet je, ik wil. Nee, jij komt niet binnen. 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 Nee, 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 nee. You shall not pass. Moet je kijken, ik serieus hoeveel... Ik doe ze bijna geen damage of wat, maar ik hou ze buiten de deur. Vergeet niet, tijdens een Blood Moon kunnen zombies deuren openmaken, dus... Oh, die rode dingen die zijn echt gevaarlijk. Alles is gevaarlijk. Ik ben blij dat ik heel uit thuis ben gekomen. Plus ik heb een goede life regen. Nee, jullie komen er niet in. Aan de deur wordt niet gekocht. Oké, misschien kan ik wel één stapje iets dichterbij, dat ik ze iets verder weg kan houden. Ik weet niet meer precies welke zombie dat ding kon droppen. Volgens mij was het een drippler, maar dan weet ik niet zeker of zo'n rookbeest hier in één keer aan komt lopen. Maar, ja. Oh, hij heeft een wapen vast. Oeh. Maar zo'n bone die deed dus gewoon 77 damage. Creepy. Oh, nou, naar de Blood Moon. Gewoon een pickaxe maken. Ik heb de health crystals nog niet eens gebruikt. Waar is Eve? Oh, Eve die staat daar boven gewoon rustig te staren naar hoe dat die beestjes mij aan het aanvallen zijn. Dankjewel, Eve. Oh boy, ze komen ook van achteren. Oké. Ze hebben beide deuren geopend. Oh boy. Voelt een beetje als een survival van Left 4 Dead dit. Dat kan ik jullie vertellen. Oké, nou gaan jullie neer. Gaan jullie maar neer. Wel grappig hoe dat elke zombie elke keer die coins oppakt. En hoe dat ze er weer droppen op het moment dat we ze neerhalen. Chest detected nearby. No, you don't say. Oh boy. Oh boy, nou hebben we een probleem. Oh, hij springt gewoon naar boven toe. Hij heeft zoiets van, nee, screw dit. Wauw. Oh boy, nou komt hij wel, nou komt hij wel. Hij is slim, hij heeft me gehoord, 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 hij heeft me gehoord. Auw. Ze moeten niet te slim gaan worden. Kom op, ik moet hieruit, ik moet hieruit, ik moet hieruit. Oh, het is dag. Hey, drippler. Nee, niks ervan. Jij kan zo'n ding droppen en jij gaat hem mij geven ook. Misschien meteen de boomerang dan.
Nee, Steve moet blijven. Heeft hij hem gegeven? Volgens mij niet, hè. Ah. Dus, nou ja, we hebben in ieder geval weer wat... nou ja, we hebben niet echt veel te pakken gekregen. Quicksteken. Minder enthousiast hierover. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben op zich wel wat progressie. Ik bedoel, we hebben de bladmoen hebben we overleefd. Hoeveel ligt hier nou eigenlijk? Serieus, zoveel beesten doodgemaakt en bijna geen coins ervan overgekregen. Nou, wat lief. Eens even kijken. Kunnen wij nou op dit moment een platinum pickaxe maken? Dat zou heel erg fijn zijn. Ik zou ook eventjes gelijk... dit is platinum bars. Dit zijn nog één silver bar, want die was ik aan het proberen te minen. En toen kwam kristalletje. Plus we hebben het ondergronds huisje nog. Maar dat bewaar ik allemaal voor de volgende aflevering. Want ik wil nu eerst weten... Kunnen wij, krijgen wij het voor elkaar om een platinum pickaxe te maken? Dat zou heel erg fijn zijn. Even kijken, ores en bars, die heb ik hier. Platinum bars, ik denk dat ik genoeg heb. Voor een platinum pickaxe. Hebben we genoeg? Platinum pickaxe! Hebben we een goede? Zealous, dat is meer damage. Oh nee, critical strike chance. Nou ja, lekker belangrijk. Daarvoor krijgen we nou toch niks. Een enchanted boomerang kunnen we eventjes verkopen. We hebben er weer een extra... kistje bij. Yay, kistje. En we hebben nog één spelanke potion die we dus zeker kunnen gebruiken. Ik heb weer mijn inventory kleren. Heb je zelf nou een leukste momentje? Ha, die intro met de dingen. Of ha, Blood Moon. Of ha, je bent gepwned door een skeleton met zijn botjes gooien. Hij gooit er snel, ja. Maakt niet uit. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk ook als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van Let's Play. Terraria Expert of Twilight Princess of waar ik dan op dat moment ook mee bezig ben. Bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer. Doei!